Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid roept de samenleving op om hun bloeddruk te laten meten. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman aan journalisten dat een groot aantal van de recent geteste mensen hoge bloeddruk heeft en dat zelf niet eens wisten. Dus wat wij willen doen, we willen iedereen stimuleren. En ik ga het nog horen de komende dagen. We zijn al nu met wat promofilmpjes bezig. Ongeacht ziekte of niet, gaat u naar de polykliniek van uw huisarts om uw bloeddruk te meten. En nu al blijkt met onze oproep dat rond 55% van de mensen die zijn geweest, niet weten dat ze met een hoge bloeddruk rondlopen. Dit is een zeer schrikbarende ontwikkeling, zorgwekkend, maar we willen op tijd zijn. Omdat we merken dat steeds mensen die jonger zijn, suikerziekte, hoge bloeddruk ontwikkelen en al vroeg moeten dialyseren. Dus er komt nog een uitgebreide campagne, u mag erop rekenen. Gisteren heb ik al wat filmpjes gezien in verschillende talen die we gaan lanceren. Ik roep het ieder op en we zijn ook met de huisartsen bezig. Waar u zich ook bevindt in Suriname, gaat u naar de poli om uw bloeddruk te meten. De minister zegt verder dat het heel belangrijk is dat mensen zich massaal laten testen. Het ministerie zal meer onderzoek doen en zal anticiperen op de ontwikkelingen die worden getypeerd als een probleem. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de rattenplaag in Ikeri, zegt Ramadan dat er tot nu toe geen alarmerende situatie is geconstateerd. Vooralsnog houdt het onder controle. De public health arts, Dr. Ramjetan, zij is de focal point van het ministerie en district. En zij houden de statistieken bij. Vooralsnog zijn er de ratten, heb ik ook gezegd, parlement, de ratteninfestatie, dus de rattenplaag, is voornamelijk in de landbouwgebieden in de oostelijke polders. Daar zijn er weinig mensen woonachtig. Daarom zien we ook niet dat er cases zijn van ziekte van weer. In tegenstelling tot de vorige rattenplaag in augustus, waren wel gevallen van ziekte van weer, maar die waren meer in de westelijke polders, waar er meer mensen wonen. Dus het is belangrijk dat wij meedelen, dat wij alert zijn voor wat betreft ziekte van weer in Ikeri. De minister merkt op dat de rattenplaag een direct gevolg is van de weersomstandigheden van de afgelopen maanden. Voor nu ligt de oorzaak niet aan de slechte hygiëne in de gebieden waar de rattenplaag voorkomt.